Ik ben Astrid Zaimana, ik ben geboren op vrijdag 12 november 1993. En je kent me vooral als sportanker in het journaal of als sportjournalist bij Sportza, maar ook bij Catnet en M&M 1 ben ik af en toe te gast. En daar durf ik me al eens wagen aan een dansje of een zangsolo. Wat gelukkig niet al te veel mensen weten, is dat ik ooit als 19-jarig piepkuiken meedeed aan de Canvas Quiz, de Canvaskrak. Op mijn geboortedag, 12 november 1993, het eerste wat opviel trouwens, de presentatrice was Martine Tange, wat ik wel grappig vind, want ik zit daar nu nog altijd naast. De thema's waren de crisis onder Jean-Luc Dehaene. Er waren buitenlandse thema's, onder andere sancties tegen Libië bijvoorbeeld. Maar het meest interessante vond ik de arrestatie rond de moord op Falcone. Dat was een maffiazaak eigenlijk. Falcone was een inspecteur, een onderzoeker. En diens auto was een tijdje daarvoor opgeblazen en nu waren daar arrestaties daaromtrent gebeurd. Ja, dat soort dingen, dat soort thema's vind ik zeer boeiend. De 18 verdachten die bij beide aanslagen betrokken zijn, zouden allemaal behoren tot de Corleone-familie, een van de meest legendarische maffiafamilies. Er waren die dag nog tal van programma's natuurlijk. Het was een vrijdagavond. Zeer interessant was bijvoorbeeld het verhaal van een taal van Robert Long. Dat was een puur taalprogramma op een vrijdagavond. Ik vind dat een gewaagde keuze. Ze zouden dat nu nog mogen doen. Nog een programma, heel bevreemdend, de wereld zoals hij is, volgens Van Dale Maurice. Raar eigenlijk, dat is het enige woord dat je daarvoor kan gebruiken. Het ging over fooien toen, tips rond fooien, mag dat, moet je fooien geven, dat zo. En dat was er topscore en dat vond ik eigenlijk het meest opvallende. Op zich een gewone quiz, maar gepresenteerd door Ben Krabbe. Dus ik wist niet dat hij nog voor blokken een quiz presenteerde. Dit kan u niet lezen, kandidaten ook niet, want dit is de opgave voor de derde en meteen ook laatste ronde. Het belangrijkste televisiefragment uit 65 jaar televisie is voor mij een wedstrijd van op het WK 2002. De België-Brazilië voor de België-Brazilië van deze zomer natuurlijk. Dat doelpunt van Mark Wilmots dat werd afgekeurd. Dat staat voor altijd in mijn geheugen gegrift, maar helaas kunnen we daar geen beelden van tonen. Ik heb nog mooie herinneringen aan televisie. En dan moet ik toch terugdenken aan Het Eiland. Ik was 10 jaar toen dat voor het eerst op televisie kwam, dus ik was nog een kind, maar ik vond dat toen al geniaal. En het is naarmate je ouder wordt dat je nog meer de gelaagdheid van dat programma ziet. Ik vond vooral Bucky Laplace. In seizoen 2, een van de meest geniale televisiepersonages ooit. De manier waarop hij zich introduceerde, die eerste scènes met hem, zo arrogant, zo vol van zichzelf, waarin hij zo de akoestiek begon te testen en zo echt. Je moet het maar eens bekijken. Tje! Perfect. Goeie klank, niet te droog. Is dat plexi? Dat weet ik niet. Ik denk het wel. Fien was het, hè? Mm-hmm.